What's up iedereen? Ja, welkom terug bij een 2. Nee, dat is 4. 2. Dat is 2. 2. De tweede video van Blu-ray Daddy. Ik ben dus Blu-ray Daddy 82. Hey, hallo iedereen. My name is Blu-ray Daddy. Oké. Ik heb problemen, Pazik. Ja, wat gaan we doen vandaag? Je hebt al gezien in de titel. Ik heb veel te veel gekocht in maart. Veel te veel, echt niet normaal. Veel te veel films heb ik gekocht. Dus wat ga ik ook doen op dit kanaal is elke maand. Dus ik ga bijvoorbeeld elke week een video posten of misschien meer, ik weet het niet. Maar dan elke maand ga ik een keer tonen wat ik dus allemaal gekocht heb in één keer van films in die maand. Dus nu ga ik tonen wat ik allemaal gekocht heb in maart. Het is veel te veel, maar hey, het is wat het is. Er zijn echt super goede koopjes bij. In Mediamarkt, nu nog altijd, zijn er koopjes op dvd's, op blu-rays. Van 2 euro, 3 euro, 4 euro. Zelfs de recente films. Dus ja, het is echt wel een keer de moeite om via de website een keer te kijken. Al moet ik wel zeggen dat via de website bestellen van Mediamarkt is echt niet normaal slecht. Want ofwel blokkeert, ofwel het lukt niet, of weet ik veel. Maar ik heb een hele goede Mediamarkt hier in Roeselaar. Pion, pion. En daar mag ik altijd naartoe gaan. Vragen wat ik wil. En zullen bestaan het. Of hier, ze brengt hier naar huis. Of ga ik het gewoon gaan halen in de winkel. Super, super. Super goede Mediamarkt. Goed, we gaan er een keer aan beginnen. En ik ga nu een keer tonen wat ik allemaal gekocht heb in maart. Let's go. Yo. De eerste film. Geloof mij, dus meer of na van die films heb ik nog allemaal niet gezien. Ik heb wel altijd de trailers eerst een keer bekeken op YouTube. En als mij het aanstond, het was goedkoop, heb ik het gewoon gekocht. Meer of na van die films weet ik wel niet meer over wat dat gaat. Maar allez, ik heb al de trailers bekeken en het stond mij aan. Dus oké, bla 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 bla. Goed, de eerste film is Daniel. Voilà. Over wat gaat dat? Ja, over een Amerikaanse journalist die gevangen genomen wordt door de IS-Syrië soldaatjes. Ja, oké, ik ga dat dus niet bij elke film doen, want anders zit het weer morgenochtend nog. Goed, de volgende film is een Blu-ray. Promising Young Woman. Voilà, ik denk dat een dien 4 euro was. Zo, laat alles eens een keer weten in de comments wat je vindt van de films. Hè. Als je vindt van dat is een goeie, dat is een slechte, dan moet je zelfs niet aan beginnen. Weet ik veel, laat het gewoon alsjeblieft een keer weten. Dank u wel. Goed, de volgende film heb ik wel al gezien, is met Nicolas Cage. Ik heb de trailer gezien, ik dacht eerst van dat gaat een soort van actiefilm zijn. Dat is het totaal niet, maar het is wel een hele goede film. Een aanrader. Goed. Pardon. De volgende film. Nou, dat is een classic. Die heb ik gekocht, denk ik, op een rommelmarkt voor 50 cent. Dat is met Charles Bronson. Dat is Death Wish 2. Voilà, zie. Dan, de volgende film heb ik ook gekocht op de rommelmarkt. Dat was ook 50 cent. Van Stephen King. Dat is Trucks. Nog nooit gezien. Dus laat een keer weten of dat een goeie is, ja of nee. Zo. De volgende film is, ik dacht, een trailer. Een thriller kan zelfs niet meer spreken. Hier staat erop suspense drama. Thriller dan zeker. Dat is Rose Plays Julie. Nog nooit gezien. Maar de trailer was, zag er wel veelbelovend uit. Dan de volgende film is met Christina Ricci. Dat is volgens mij die van Addams Family. Van de originele films. En John Cusack, dat is Distorted of zoiets. Ik weet het niet over wat het gaat, maar ja. We gaan het wel zien, hè, mensen. We gaan het wel zien. De volgende is met Chloe Grace Moretz. Dat is Greta. Ik heb
nog nooit een trailer van gezien van die film, maar ik heb de achterkant een keer gelezen. In de Mediamarkt was ik dan en dat sprak mij wel aan. Dus ja, we gaan dan een keer bekijken. Hè. Voilà. Zit nog. Ik heb daar juist nootjes gegeten en er zit nog zo een nootje dat juist tussen mijn tanden, die nu vrijgekomen is en die nu zo op mijn tong aan het... En dan nu zo... Oké, het is weg. Waarom zeg ik dat eigenlijk? Who cares? Dan hebben we nog een horrorfilm op Blu-ray. Dat is The Seventh Day. Voilà, zie. Dat is de days near. Dan een vierdelige serie. Dat was maar €2. Met James Nesbitt, Genevieve O'Reilly en Stuart Graham, of zoiets, weet ik veel. The Secret, waar gebeurt? Voilà, dat was maar €2 in zo'n dik doosje. Ja, dat ga je een lange video worden. Oké. Dan de volgende film dat ik gekocht heb is met Bruce Willis. Dat is Looper. Ik had hem dubbel gekocht, domrijk. Ik heb normaal zo'n app, dat is Movies... My Movies Pro is dat. En daar staan dus al mijn films in. Maar ik heb nooit gecheckt. Maar ik had hem al. Dus ik heb hem dubbel. Voilà. Dan de volgende film is met Kevin Costner. Dat is Dances with Wolves. Dat is ook een klassieker. Heb ik ook nog nooit gezien. Voilà. Is wel heel lang. Dat is... 181 minuten, mensen. 181 minuten. Dan, de volgende heb ik gekocht op Vinted. Voor ongeveer €4,85 of zo. Dat is mijn verzending in natuurlijk altijd. Dat is Never Back Down, de eerste. Die heb ik wel al gezien. Dat is een goeie. Allee, ik vind dat een goeie. Dan, de volgende film heb ik gekocht ook op de rommelmarkt voor 50 cent. Dat is Offender. Dat is zo waar ik denk dat er zo Britse jeugdbende criminaliteit is. En ik zie dat wel graag zo van die Britse... We're from the block. Oh, what you going to do? Ja, oké, okay, dat toch dus op niet. Dan met Taylor Lautner. Dat is voorzien die van Twilight. Is Run the Tide. Die trailer heb ik ook gezien. En dat zag er ook wel goed uit. Voilà. Dan, die film heb ik ook nog nooit gezien. Dat is There Will Be Blood. Voilà. Deze ook nog niet gezien. Dus laat een keer weten, mensen, of dat een goeie is. Koentje, onze goede vriend, heeft gezegd dat het een goede film was. Dus, gaan we dan een keer bekijken. De volgende heb ik gekocht op Amazon. Waarom heb ik deze gekocht? Omdat ik de DVD opgestuurd heb naar Movie Matters podcast. Movie Matters podcast is de beste podcast dat er is van films. Echt waar, hun beste. En af en toe stuur ik een keer een pakketje naar daar. Dan ze zijn met drie en dan kunnen ze wat DVD's en Blu-rays aan elkaar geven, weet ik veel. Het zijn meestal altijd films dat ik of niet graag zie, of dat ik op DVD heb en dat ik bijvoorbeeld op Blu-ray wil, of weet ik veel, of dat ik dubbel heb, of bla bla bla. Maar Movie Matters podcast, mensen, had op Spotify, had op wat bestaat dat nog allemaal? iPodcast of zoiets, dat dat noemt, weet ik veel. Gaat er gewoon naartoe, Movie Matters podcast. De beste podcast dat er is over films. Ze doen altijd reviews van de cinema, maar ook altijd drie films. Als ze, elk kiezen ze een film of zoiets. En dan beginnen ze een review te geven over die films dat ze gekozen hebben. Super goed, dik in orde. Maar de film dus dat ik naar daar gestuurd heb en dat ik nu zelf op Blu-ray gekocht heb, is Escape from Absalom. Voilà, dat is met Ray Liotta. Voilà zie. Dan, de volgende film is Sinister 2. Voilà zie. Ik heb de eerste al gezien, de tweede nog niet. Maar dat is wel een kakabroekie film, dus... ja, daar kijk ik niet alleen naar. Dan de volgende, Silent Hill Revelation. Volgens mij is dat een tweede. Die was €3 bij Mediamarkt. Zo, de eerste heb ik ook nog niet gezien. Maar de eerste was er niet. Of en was ook duurder, was veel duurder. Dan, dat is de eerste Insidious. Die heb ik wel al gezien. Dat was gewoon niet normaal griezelig. Fucking hell.
maar ik ben al bang van een muis, dus ja. Dan, de volgende heb ik ook opgestuurd naar Movie Matters Podcast. En dat was op DVD heb ik daar opgestuurd. En ik heb ondertussen de Blu-ray gekocht op Amazon. Dat was Perfect World met Kevin Costner en Clint Eastwood. Vol als hij. Dan, de volgende film is, was ook 3 euro in Mediamarkt. Dat is Pompeii. Pompeii! Dan, de volgende film is Thank You For Your Service, Inspired By True Events. Voilà, dat is mijn, hoe noemt die acteur weer? Oh, ik ben echt niet goed in namen, hè. Niet goed, echt niet goed. Hoe noemt hij nu weer? Oh my god, ik zie de... Ah, Miles Teller, dat is juist Miles Teller. Miles Teller. Kilometer teller is dat eigenlijk. Miles teller, dan denk ik zo. Ja, oké. Okay. Universal Soldier 2. Dat is met Jeff Wincott. Dat is niet met Jean-Claude Van Damme. Ik had daar nog nooit van gehoord. Volgens mij, de tweede was Universal Soldier The Return. Maar in één keer op de rommelmax zie ik dat liggen. Dus ik ga dat een keer moeten bekijken wat dat juist is. Dat zal waarschijnlijk een of andere rip-off zijn van Universal Soldier, denk ik. Dan de volgende was I, Tonya. Komt ook van Mediamarkt. Zo. Dan de volgende was 3 euro, denk ik, in Mediamarkt. Dat was Skin. Heb ik ook nog niet gezien. Zag er wel een goede trailer uit. Dan de volgende was 50 cent op de rommelmarkt. Dat is Never Die Alone met DMX. Ook nog nooit gezien. Dus ik moet echt nog mega veel films bekijken. Hè. Dan, Never Back Down 2, The Beatdown, ook nog niet gezien. De eerste heb ik gezien, dat ik dat juist getoond, was supergoed. Supergoed, weet je wel. Dan de volgende is Brimstone, dat is met Carice van Houten. Voilà, daar sta ik mee op de foto. Een keer op een soort Comic-Con geweest, ik denk in Amsterdam. Dan de volgende film heb ik wel al gezien, dat is Horizon Line. Dat was echt super slecht. Dat was niet goed, dat was zo onrealistisch. Dat was gewoon, oh my god, zo slecht dat was. Dan de volgende film heb ik nog niet gezien, dat is The Place Beyond the Pines. Ik heb er wel al veel goede dingen van gehoord. Zo. Dan de volgende film is een vierdelige serie van 4 keer 60 minuten. The Principal. Ook nog niet gezien, dat was ook maar 2 euro bij Mediamarkt. Dan de volgende film was 3 euro in Mediamarkt. Dat is Mediamarkt. Dat is Eastern Promises. Voilà, ook nog niet gezien. Dan de volgende was 2 euro. Dat is Glassland. Ja. Dan de volgende, maar die interesseert mij wel, ik heb er ook een trailer van gezien en ik denk dat dat een goede film is. A Prayer Before Dawn. Dat gaat niet lang duren dat ik een keer ga kijken. Volgens mij gaat dat, het is een waar gebeurd verhaal over een Britse gevangene in een van de meest gevaarlijke gevangenissen. Ja, kijk dat nu juist gezegd, ja, I don't care. En hij vecht voor zijn leven. En hij moet daar dodelijke gevechtskunst, Muay Thai, boxing, vechten. Om zijn weg naar de verlossing te knokken, of zoiets. Volgens mij had dat een goede film zijn. Waar gebeurt? Dan, de volgende film is een comedie, een actiecomedie. Dat is American Ultra. Heb ik ook nog niet gezien. Dan de volgende film is met Liam Neeson. Meestal wel goede films. Al is bijvoorbeeld die film Cold Pursuit. Dat was echt zo slecht. Dat is The Commuter. Voilà, die heb ik ook nog niet gezien. Dat zag er ook nog goed uit. Silk Road. Volgens mij was dat ook waar gebeurd. Nee dus. Oké, okay. Ik dacht het toch niet. Silk Road. Voilà. Dan de volgende film is Sensor. De volgende film is The First Purge. Heb ik ook nog niet gezien. Ik denk dat ik enkel maar de eerste en de tweede gezien heb. Dan, deze film heb ik leren kennen via Movie Matters Podcast. Dat is The Yards.
Voilà, zie. Dan heb ik dat ook hier gekocht, deze twee via Vinted. Dat was, ik denk dat ik 8 euro betaald heb in totaal voor alle twee. Ik heb daar veel complimenten op gekregen op de filmgroepen op Facebook. Ik zit in 2 filmgroepen, Die Hard Movie Liefhebbers. En de andere noemt film... Oh my god, ben het kwijt. Ik ga nu direct zijn. Nu direct in 3, 2, 1. Film en Serie Freaks Benelux. Dat is dat. Deze dus. Film en Serie Freaks Benelux. Dus had dan een keer naartoe. En ga gewoon in die groep. Het is echt de max van de groep. En Die Hard Filmliefhebbers ook. Dat is in deze hier. Voilà, ik weet niet of je het kan lezen. Die Hard Filmliefhebbers. Voilà. Dus wat ik gekocht heb was hier De Nacht van de Wansmaak. Deze twee. Ik heb er veel complimentjes van gekregen. Maar ik weet nu eigenlijk nog altijd niet. Zijn dat nu films? Zijn dat kortfilms? Zijn dat documentaires? Ik weet het nog altijd niet. Maar ik ga het een keer opsteken. Old school movies. Dat is ook nog een keer de max. Niet altijd, maar soms wel. Goed, de volgende film dat ik gekocht heb was 3,99 euro met Gerard Butler en Frank Grillo. Dat is Cop Shop. Voilà. Dan de volgende film is met Channing Tatum en Jamie Bell. Dat is The Eagle. Zo. Dan de volgende film is met Tom Hardy en met Tom Hardy. Haha, omdat hij er 2 keer in speelt. Dat is Legend. Heb ik ook nog niet gezien. We zijn er bijna, hè, mensen. We zijn er bijna. Dan de volgende film is Lamb. Voilà. Dat was wel een hele rare trailer. Hele rare film, denk ik. Dan de volgende film. Die heb ik wel ondertussen gezien met onze goede vriend Koen Belijnen. Dat is Stillborn. Dat was nou een goede horrorfilm. 2 euro heb ik betaald. Dus dat is de moeite. Dan deze is ook 2 euro. Mediamarkt. Demon Hole. Dat is het vervolg op Glory Hole. Waarom eigenlijk? En dan, heb ik ook de Peanut Butter Falcon. Mooi. De Peanut Butter Falcon. Dus dat wil eigenlijk zeggen... Is dat hazel... Nee, pinda, kaas, valk. Zoiets. Niet op let, mensen. Ik heb een dagje vrij en dan zeg ik wel soms weer rare dingen. Dan de volgende film heb ik ook gezien. Trok het echt op geen kleuren. Capone. Dat mag gewoon zo. Sorry. Dat trok het op niet. Tom Hardy een beetje beter je best moeten doen. Maar ik heb over het laatste ook dingen gezien. Venom 2. What the fuck was dat? Dat was ook zo slecht als iets. Goed, de volgende heb ik ook opgestuurd naar Movie Matters Podcast op DVD. Ik heb hem ondertussen gekocht op Blu-ray. Dat is Rumble in the Bronx. Voilà. En dan de laatste, maar daarom zeker niet de beste, want het is mega slecht. Dat is Another Earth. What the fuck was dat? Dat was gewoon zo stront. Dat was niet normaal. Goed. Voilà, mensen, dat waren al mijn films. Ik ga ze een keer vlucht aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Je kunt ook nog altijd abonneren op mijn andere kanaal, Pippi Blue. Volg mij op Instagram, Blu-rayDaddy82. Daar zie je ook al de foto's van mijn verzameling. Weet ik veel, bla bla bla. En voilà, dat was het, mensen. Bedankt om te kijken, like de video. En tot de volgende keer. Dat zal volgende week of zo zijn. Weet ik veel, we gaan het wel allemaal zien. Allee, weet je wat? Salut!